Welkom bij Opla, online tv voor overheidsmanagement. Vandaag de uitzending over beleidsvrijheid in de decentralisaties met een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wat moeten we doen, waar moeten we op letten en hoe zorgen we voor goed samenspel? Praat mee via hashtag Opla. Kijk de uitzendingen terug op www.opla.nl voor meer uitzendingen, voor meer informatie over andere uitzendingen. En vandaag heb ik aan tafel drie gasten. Roel Wever van BMC, Henny Koek, gemeentesecretaris in Zoetermeer. En Loret Spoelman, programmadirecteur decentralisaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik vraag jullie kort dit thema. Wat raakt je en waarom ben je er betrokken bij? Mag ik bij jou beginnen, Henny? Ja, nou ja, als gemeentesecretaris probeer ik het bestuur in ieder geval zo te adviseren dat we bestuurlijk die slag kunnen maken en vooral onze organisatie klaar te maken om het werkelijk voor elkaar te krijgen. En daar heb ik mijn handen aan vol. Ja, je hebt een taaie klus. Je moet daadwerkelijk zorgen dat je het voor elkaar krijgt. Jij hebt de klus op je genomen om gemeenten daarbij te helpen vanuit Binnenlandse Zaken. Wat is jouw voornaamste taak? Nou, wij doen dat op een aantal verschillende terreinen. Verschillende departementen, VWS, Justitie, SZW, die maken wetten. En die wetten moeten geïmplementeerd worden. En dat doen de ministeries zelf. En het ministerie van BZK, die zorgt dat de transformatie die ook nodig is bij gemeenten, op een goede manier kan plaatsvinden. Zoals maken wij bijvoorbeeld het Sociaal Deelfonds, zodat de middelen ook integraal kunnen worden ingezet. Als voorbeeld. En we doen natuurlijk nog wel wat meer. Ja, ik ben daar benieuwd naar een aantal voorbeelden van wat voor dingen je daarin oppakt en dingen doet. Jij ziet dat er dingen langskomen bij veel verschillende organisaties. Jouw rol? Ja, nou, ik zie met name heel veel gemeenten zoeken naar op welke wijze gaan we het organiseren, op welke wijze gaan we samenwerken met partners in het veld. Hoe gaan we er als politiek mee om? Hoe gaan we er als organisatie mee om? Ik zit met name heel erg in een beeld vormen van, hey, waar zijn gemeenten nou naar op zoek en hoe gaan ze dat nu organiseren? En een van de dingen die jou opvalt, als ik het goed heb, is beleidsvrijheid. Dat je je zorgen maakt over hoe pakken we onze verantwoordelijkheid en hoe gaan we daarmee om? Nou, absoluut. Als ik iets zie bij gemeentes, of het nou politiek of in de organisatie is het dat iedereen zoekend is op dit moment van, krijgen we wel genoeg beleidsvrijheid om die zware taakstellingen uit te voeren? En we gaan het alleen voor elkaar krijgen en slimmer, sneller en efficiënter en beter organiseren als we beleidsvrijheid krijgen. Daar is iedereen van overtuigd in die decentrale overheden. Maar dan moet het wel gebeuren ook. En dan moet je het enerzijds krijgen en anderzijds moet je het volgens mij ook pakken. Waar zie jij dat gebeuren? Nou, ik weet je, als ik wat verder in de toekomst kijk, ben ik over die beleidsvrijheid wat minder bezorgd. Maar dan heb ik het wel over 2018 of verder. Mijn zorg voor die vrijheid en die ruimte zit juist in die transitieperiode, die toch best lang gaat duren, waar ik steeds vaker zie dat we voor aanzienlijk minder geld en vanwege de continuïteit van zorg hetzelfde moeten doen en hetzelfde moeten leveren, alleen dus met veel minder geld en met nog best een heleboel voorschriften. Daar zit op dit moment mijn knelpunt. Dat is wel eng. We tikken het aan de voorkant al dicht als we niet oppassen door aan de voorkant te regelen van, we moeten weten hoe gemeentes het gaan doen, dus gaan we het monitoren. Ja. We moeten weten van hoe gaan we het uitvoeren, dus gaan we het controleren. Ja, als je niet aan het begin begint met vertrouwen te geven, ruimte te geven, kunnen ze het ook niet creatiever organiseren dan het nu georganiseerd is. Waar gaat het mis? Waar wrijft dit? Nou, kijk, dat cliënten, jeugdzorg is op dit moment toch nog het meest concrete voorbeeld waar we mee bezig zijn, dat cliënten ervan verzekerd moeten zijn dat zij op min of meer dezelfde zorg kunnen rekenen, ook al is het ineens een ander kalenderjaar, dat begrijp ik heel goed. Maar dat je het helemaal dichtzet, dat allemaal moet, en by the way ook met een aanzienlijke korting, dat vind ik een hele lastige. Maar dit is wel waarom we het zo belangrijk hebben gemaakt. Ja. Niet voor niets het onderwerp waar we mee beginnen, beleidsvrijheid. Ja. Dan kijk ik jou aan, dat is de reden volgens mij waarom we, of het hoofdargument waarom we denken dat we kunnen decentraliseren. Door ruimte te kunnen nemen kan je op zoek naar creatieve oplossingen. Is er ruimte voor instituut voor publieke waarden met een sociaal hospitaal? Dat kan doordat er ruimte is, dat soort creatieve oplossingen kunnen gebeuren. Nou ja, wij geven gemeentes beleidsvrijheid, zodat gemeentes het dichter bij de burger kunnen organiseren. Dat is zeg maar het hele idee achter die decentralisatie. En er zitten een aantal aspecten aan. Namelijk zit het monitor aspect aan. Want het Rijk blijft wel systeemverantwoordelijk. En hoe richt je nou die monitor in? Wat houdt dat in, dat je systeemverantwoordelijk blijft? Nou, je moet natuurlijk wel weten of dat wat je hebt bedacht in je wetten en regelgeving, of dat ook of dat ook werkbaar is, hè? Of dat ook uitvoerbaar is. Dus dat moet je monitoren, want anders kan je niet meer bijstellen. Hè? Dat is een woord waar mensen nu natuurlijk denken van monitoren, wat gebeurt er dan? Ja, monitoren zeg maar, is wat anders dan verantwoorden. Dus wij zeggen ook van, je moet wel monitoren, maar niet
gemeenten ter verantwoording roepen. Ze hoeven zich niet te verantwoorden over dat wat ze doen. Maar we gaan wel kijken wat er al gebeurt, hè, met die wetten die wij hier in Den Haag hebben gemaakt. En werken die dan ook zoals wij die bedoeld hebben dat ze zouden werken? Dus dat is een kwestie van monitoren. En dat moeten wij ook doen. En wat wij dan willen, zeg maar, is een monitor die ook op grote hoofdlijnen gaat monitoren. En waar gemeenten zelf ook iets aan zouden kunnen hebben bij hun horizontale verantwoording. Want wij zijn als Rijk zometeen niet meer verantwoordelijk daarvoor. Dat zijn de gemeenten zelf. En die leggen ook horizontaal verantwoording af, hè, aan hun eigen gemeenteraad. En zo moet dat ook. Dat is één ding. Het andere ding is jouw punt waarbij jij zegt van, ja, zorg dan ook dat je de beleidsvrijheid zodanig regelt dat we ook dat kunnen doen binnen de beschikbare middelen die wij hebben. Dat is een. Hoe verhoudt zich dat tot wat er gebeurt? Want eigenlijk zeg je, de wettelijke kaders zijn ontwikkeld, daarbinnen moeten we opereren. Je bent verantwoordelijk om het systeem in zijn totaliteit te bezien, de kwaliteit van een sociale staat als ons land. Die verantwoordelijkheid ligt bij jullie om dat te regisseren, te faciliteren. Maar de monitoring daarvan, we hebben vorige week een uitzending gehad over Venster voor Bedrijfsvoering, waarbij iedereen met elkaar kijkt, hoe goed presteren wij eigenlijk? Dat is dat is eigenlijk een model, zeg maar, die bedoeld is ook voor gemeentes, om hun eigen prestaties te kunnen zien. Hè? Belangrijk instrument. Deze monitor die gaat uit van de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk, waarbij het Rijk verantwoordelijk is voor het goed werkende stelsel van wetgeving. Dus daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Stel nou dat die wetten die wij hier nu bedacht hebben, met elkaar, maar dat natuurlijk ook allemaal goed afgestemd, dat die niet werken. Ja, dan moeten we natuurlijk wel ook zorgen dat dat op een goede manier gebeurt. Ja, begrijp ik. Ik denk wel dat het verstandig. Ik ben al heel blij met de uitspraak, monitoring is niet hetzelfde als verantwoording. Ik zou nog blijer zijn met aan de voorkant een aantal resultaten afspreken, juist vanuit die verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van de wet. En dan zeggen gemeentes, wij hebben steeds gezegd, jullie kunnen het beter, wij denken dat ook. Doe je ding en ga je gang. En maak het daarna zo ruim mogelijk. En ook in de gebeurt ook. Je zegt eigenlijk duidelijk van, er is ruimte, er wordt ruimte gegeven. Jij maakt er toch zorgen. Over de transitie en de strengheid die we daarin ervaren. Over mag je wel of geen frictiekosten maken. Al dat soort dingen. Denk ik, nou, kom wel ietsje minder. Maar dat is een ander punt, hè. Want dat gaat veel meer over van, hoe worden die wetten geïmplementeerd. En wat moeten de gemeenten dan in die transitiefase doen om dat zo soepel mogelijk te laten zijn. En in die verschillende wetten worden daar kwaliteitseisen gesteld. Maar dat raakt, zeg maar, monitoring. Maar zoals de monitor wordt ingericht, en daar zijn we dus heel druk mee bezig, en dat gaan we ook niet, zeg maar, helemaal zelf doen, maar dat doen we samen met de gemeente. Gebeurt dat ook op die manier? Ja, maar ik even door. Ik wil even wat we hebben nu gehad. De context. We moeten nadenken over hoe we dit soort dingen met elkaar doen. Ja. Ik wil door even naar het volgende onderwerp. De beleidsvrijheid. Daar begonnen we mee, daar komen we terug. We zijn ondertussen naar een monitor gegaan die spanning oplevert. Maar ik wil terug naar jouw vraag. Beleidsvrijheid, jij maakt je zorgen. Jij denkt, de Tweede Kamer geeft aan, wij geven vrijheid, wij geven ruimte. En in de praktijk zie je langzaam iedereen zich zorgen maken. Gebeurt dat wel? Laten we eerlijk zijn, dat zien we toch ook wekelijks. Ik bedoel, we zien op elk incident wat er in Nederland op dit moment gebeurt, Kamerleden reageren en proberen toch discussies te voeren over of we niet strenger moeten regelen. Toch van een monitor misschien wel naar verantwoording toe moeten en toch naar criteria vooraf toe moeten gaan. Nou ja, het is natuurlijk ook een domein waarop niemand, of je nu Binnenlandse Zaken bent of de gemeente Zoetermeer of iemand anders, waarop niemand zich een fout durft te permitteren en ook niet kan permitteren. Dus dat is wel een lastige. Ja, maar als er fouten zullen er plaatsvinden. Ik bedoel, die vinden nu ook plaats. Gun mij onze fouten. Zeg maar, die maken wij als Rijk, die maken de provincies. Dus dat moeten we ook accepteren, dat die fouten worden gemaakt. Maar ik ben het wel eens met dat de Kamer de neiging heeft om op elk incident, zeg maar, nieuwe regelgeving te wensen. En aan de andere kant... Hoe kan je dat tegengaan? Moet je dat als collectief van gemeenten agenderen tegen het Rijk? Het valt me op dat we inmiddels erg druk bezig zijn met elkaar over hoe werken we eigenlijk tussen bestuurslagen en hoe stemmen we af. Hè? Dat we discussiëren over... Ik vind hem heerlijk als bestuurskundige, maar als daadwerkelijk wat voor resultaat levert als overheid. En daar maak ik me zorgen. Ik was heel blij met de oproep van Marcel Meijs op het congres van de VGS. Die zei van, het moet eens een keer uit zijn. We moeten als gemeentesecretarissen gezamenlijk ook stelling durven nemen en zeggen, vertrouw nou op ons, wij organiseren het wel in onze organisaties. En blijf even van ons af.
Ja. We hebben dat eerder bewezen en we gaan het nu ook doen. Ja. Het werd niet helemaal lekker opgepakt, ja, maar ik vond het wel een hele goede stelling namelijk. Een van de reacties, en dan kijk ik jou aan, ja, een van de vertrouwen zit vooral in de capaciteit van gemeenten. Iedereen heeft het vertrouwen dat er de juiste mensen in gemeenten werken om deze taak aan te kunnen. Ja. Dus dat, ja, nou, dat vertrouwen mag je hebben, denk ik. Natuurlijk zie ik de noodzaak tot verbetering, maar het past eigenlijk in een beweging die we in alle gemeenten, maar in Zoetermeer zeker aan het maken zijn, om veel meer in een regisserende rol te gaan zitten, in een faciliterende rol te gaan zitten en in samenspraak met de inwoners van je stad dingen te organiseren. Dat is op het hele gemeentelijke veld aan de gang en dat is hier in het sociale domein nog veel meer aan de gang. En ik zie daar al hele hoopvolle momenten in. Maar wat gaat er dan goed? Want BZK faciliteert jou om te faciliteren dat een adviseur jou weer helpt om iemand anders in staat te stellen zijn ding te doen. Dat doen wij niet als BZK zozeer. Maar wat wij bijvoorbeeld wel doen is de problemen die gemeenten ervaren, hè, om die beleidsvrijheid ook echt te kunnen nemen, om die belemmeringen, om die weg te nemen. Bijvoorbeeld een probleem, hè, als je integraal wil gaan werken, dan moet je gegevens uitwisselen, hè, binnen een gemeente. Nou, daar staat wetgeving in de weg, want de wet op de privacy zegt van je mag die gegevens niet zomaar uitwisselen. Nou, dan gaan wij uitzoeken wat mag er dan wel en staat wetgeving misschien in de weg en moet de wetgeving worden aangepast. Nou, gemeenten hebben aangegeven, wij willen graag binnen dat sociale domein budgetten kunnen samenvoegen zonder dat we met die verschillende potjes verantwoording hoeven af te leggen. Nou, dan maken wij als BZK één grote pot, zodat gemeentes daar ook integraal gebruik van kunnen maken. Gebeurt dat dan echt? Want dat is waar mensen zich zorgen over maken. Een gemeentefonds is een vraag, maar dat gebeurt echt. Ja. Signaal is al heel duidelijk volgens mij. Ja. Er zijn trouwens echt leuke, hoopvolle starts gemaakt inmiddels al. In Zoetermeer kennen we sowieso al het Centrum voor Jeugd en Gezin al een paar jaar. Dat is ook de vorm waarop we de decentralisatie in de jeugdzorg dan verder willen gaan organiseren. En wat mij betreft een voorbeeld ook voor het hele domein. We hebben ook... Wat is daar goed aan? Waarom noem je dat als voorbeeld? Dat is goed omdat we daar echt werk maken van de gedachte één gezin, één plan. En niet allerlei verschillende adviseurs aan die spreekwoordelijke keuken. Loop je daar dan tegen dingen aan? Want dat is wat jij ziet. Jij ziet dat jij daar... Daar loop je bijvoorbeeld tegen die privacy dingen aan die mevrouw Spoelman noemt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om daar iets aan te doen. En ja, daar hebben we soms door schade en schande ook ervaren dat intenties niet voldoende zijn. En dat je dus echt ook moet organiseren dat professionals en ook de gemeentelijke medewerkers van elkaar weten wat ze doen. Maar die ervaring hebben we nu. Zetten we meteen breed in ook voor dit hele domein. En ik zie in het transitiearrangement toch heel mooi ontstaan dat wij met de partners, dus de professionals in de regio, want dat doen we met 9 Haaglanden gemeenten, dat we daar echt tot goede afspraken kunnen komen. Dat maakt mij hoopvol over de slagingskans, waarbij al die problemen en zorgen er ook nog zijn. Want zie je dat gebeuren? Want dat vind ik mooi, jouw rol. Jij ziet zo ontzettend veel organisaties. Er is heel veel discussie over beleidsvrijheid en over monitoren. En daar maken we ons met z'n allen heel erg druk over. Ja. Misschien ook wel terecht. Maar er gebeurt ook veel goeds. Waar zit voor jou het accent? Nou, het accent zit voor mij ook bij dat er heel veel goeds is, hoor. Laat ik wel die positieve insteek kiezen. Ja. Ik vind dat we hadden gezegd dat we het beter konden. Nou, absoluut. En daar geloof ik ook in. En er zijn heel veel gemeentes die op een geweldige manier het voortaan nemen. Heel creatief bezig zijn. En daarbij echt mooie resultaten al laten zien. Er zijn er ook nog een heleboel die aan het worstelen zijn, hoor. Ik bedoel, in de jeugdzorg zie je dat die afspraken vrij goed en vrij makkelijk gaan, omdat je ook meteen de goede schaal kiest. Hè? Ja. Iedereen snapt dat niet op de schaal van de gemeente of van 2 gemeentes kan. Dat moet je op een hele grote schaal doen. Bij die andere 2 wetgevingen zie je toch dat iedereen nog wel een beetje wat meer zoekende is. Welke schaal kies ik? Hoe doe ik dat? Hoe werk ik samen met die? Is dat wel een handige schaal die ze dan kiezen? En daar zie je dus wel dat ook gemeentes af en toe nog weifelend zijn. En waar ik een beetje huiverig voor ben, is dat niet alle gemeentes tijdig dit jaar nog alle belangrijke beslissingen nemen. En dat we dus niet in de verkiezingsperiode met en zit het aan jouw zorgen? Want je ziet veel goede voorbeelden. We hebben nog een beetje moeite volgens mij om die goede voorbeelden uit te wisselen. Ja. Dat is een stukje wat jullie volgens mij ook op willen pakken als BZK. Hoe zorgen we voor kennisdeling onder gemeenten? Zeker richting gemeenteraadsverkiezingen. Maak jij je dan zorgen of denk je dat loopt vanzelf goed? We hebben mensen die op het juiste moment aan de bel trekken.
Maar ik heb heel veel vertrouwen in dat gemeentes dat op een goede manier kunnen. Maar er zullen altijd gemeenten zijn die dat minder goed zullen doen en die misschien wat ondersteuning nodig hebben. Nou, dat kunnen wij bieden. De wens is ook uitgesproken door de Tweede Kamer dat wij dat gaan monitoren. Dat gaan we niet heel zwaar doen, hoor, want dat gaan we op dezelfde manier doen zeg maar, als die andere monitor. Maar we gaan dus kijken welke gemeentes, en dan gaan we vragen aan de gemeente, dat is het eigenlijk. We gaan de gemeentes vragen, wel, hebben jullie hulp of ondersteuning nodig? Nou, dat noemen we dan monitoring. En op het moment dat dat zo... Zeg even zo'n tweetje langskomen, dat is de tweede monitor. Maar nee. Ja, precies, dat is de tweede monitor, want dat is een transformatiemonitor. Dus de fase vooraf, hè, dat is wat anders dan die andere monitor. En dan gaan we kijken, van zijn er gemeentes die ondersteuning nodig hebben? En welke ondersteuning is dat dan? Kunnen wij die bieden? Of kunnen anderen die bieden? En kunnen we dan anderen inschakelen? Maar VNG biedt natuurlijk een hele hoop informatie en ondersteuning. De andere vakdepartementen doen dat. Nou, en BZK heeft ook zich op een financieel terrein een heleboel ondersteuning te bieden. Maar ook op privacy of op samenwerking van BNG. Er zijn veel mensen die ondersteuning bieden. En dat is wat opvalt. Waar doe jij een beroep op als jullie vastlopen? Er zijn zo ontzettend veel partijen die ondersteuning aanbieden. Waar kijk jij naar op het moment dat jij denkt... Nou kijk, wij hebben ons natuurlijk sowieso in de regio met elkaar verbonden. De negen Haaglanden gemeenten pakken veel gezamenlijk aan, in ieder geval op het gebied van jeugd. Wij hebben een samenwerkingsverband met onze buurgemeente Pijnakker-Noodorp om ook in de uitvoering dingen gezamenlijk te kunnen doen. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, en ook wij huren soms een adviseur in, hoewel we dat zoveel mogelijk beperken. Want we merken met elkaar heel veel te kunnen. De kunst zal ook zijn om in het profiel van het type medewerker wat je het meest nodig hebt, om daar echt op bij te kunnen sturen. Maar ja. Ik zie dat wel voor me. Ik keek net even kort naar maart volgend jaar. Ja. Dan hebben we met z'n allen, iedereen gaat stemmen. Dat is een groot goed, maar het brengt ook een paar zorgen. Ja, niet bij iedereen. Ja. Herindelijk is het een ander gesprek. Maar er zijn ook mensen die zorgen maken over hoe gaan wij om met raadsleden in dit vraagstuk. Wat is jouw beeld daarbij? Ja, het is natuurlijk wel een risico. Dus dit komt wel onhandig uit. Dat we wel wezen. Ja. Dat geldt voor de raadsleden. Maar dat geldt ook voor het bestuur van de gemeente. Die verandert ook mee. En dat, ik zie dat echt als een gezamenlijke opgave. Dat is iets van de gemeente zelf. Hè. Hoe zorgt de gemeente zelf dat het eigen raadsleden, het eigen bestuur goed op de hoogte is en zeg maar, dat de continuïteit geborgd is. Natuurlijk een heel ambtelijk apparaat onder, dat functioneert gewoon door. Maar ik zie daar ook wel een taak voor BZK weggelegd om in die voorlichting en in de aanloop naar de verkiezingen en daarna een rol te spelen. Zie je dat goedkomen in Zoetermeer? Zie je dat... heel los over je huidige raadsleden, om daar een oordeel over te vellen, maar in het algemeen... Ja, ik zie het goed komen, maar er is wel aandacht voor nodig. Kijk, wij proberen natuurlijk om een aantal belangrijke beslissingen niet pas in maart of eind februari te nemen, maar om die voor kerstmis te nemen. Het is ook weer niet zo dat in het bestuur helemaal geen continuïteit is. Dat is ook altijd een fijne zekerheid. En soms denk ik, nou ja, dan is het misschien ook wel een van mijn rollen als algemeen directeur, gemeentesecretaris, om die continuïteit te bewaken. Ik ben daar niet zo, laten we zeggen, ik heb grotere zorgen. Ik zie dat op dat politiek-bestuurlijke niveau qua continuïteit wel goed gaan. Waar ik... eerder bezorgd over ben, is eigenlijk hetzelfde als wat mevrouw Spolman nu zegt over de Tweede Kamer, dat alles dan toch nog met iets extra's moet worden dichtgeregeld, dat het in de gemeente ook voor de politici nog heel lastig zal zijn om zich bij de hoofdlijn te houden en niet bij elke vermindering in een voorziening of wat dan ook te denken, ja, maar dat was de bedoeling, daar gaan wij eens een stokje voor geven. Wie vind ik lastig, aan wie vraagt dat nu actie? Helpt ook de verkiezingstijd niet. Nee, die helpt niet, maar wie moet er actie ondernemen? Een paar acties. Volgens mij moeten de secretarissen in hun colleges regelen dat wat Henny net ook zegt, dat we voor het eind van het jaar de belangrijke besluiten nemen. Belangrijke kaders, belangrijke verordeningen moeten vaststaan. Als je dat niet doet, krijg je het heel lastig met die verkiezingen. Dus dat is één ding wat je moet doen. Weten wij welke belangrijke besluiten dat zijn? Ja, dat weten we. Gemeente Afrit. Ja, dat is volgens mij geen enkel probleem. Iedereen snapt wel dat hij de beleidskaders duidelijk moet maken. Het tweede is dat je na de verkiezingen, en volgens mij zijn de griffier en de secretaris dan aan bod, echt moet zorgen dat je met gemeenteraden en ook met de nieuwe college gaat praten over andere vormen van besturingsfilosofieën. Wij krijgen het echt heel anders te sturen vanuit gemeentes in relatie tot al die gemeenschappelijke regelingen, in relatie tot grote instituten die je om je heen hebt.
En dan kan je niet meer sturen op de wijze zoals je nu gedaan hebt. En dat moet je dus en dat geldt voor veel meer dan sociale domeinen. Dat is heel breed, want dat is wat jij terecht zegt. We zijn als gemeente steeds meer een regisseur, facilitator aan het worden. En we zijn niet meer die overheid die alles samen kan regelen. En daar moeten we juist die bestuurlijke wisseling voor gebruiken. Ja. Ja, dat denk ik ook. Het is een ideaal moment om daar met je gemeenteraad en met je college aan de slag te gaan. We zien het op een gegeven moment als wondermiddel. Hè? We kunnen alles eraan gaan transformeren en dat doen we omdat we... Het zal ook niet makkelijk zijn. Hè, bedoel, ik heb ook wel eens gezegd, eigenlijk zou je moeten willen dat je ook net zo goed als dat we aan elke medewerker die in dit domein straks werkzaamheden moet doen, stellen competentie-eisen, opleidingseisen, ervaringseisen, gaan ze maar door. Eigenlijk zou je... En dat is echt een lastig onderwerp, want het is een politiek onderwerp, maar je zou best eisen mogen stellen aan raadsleden en collegeleden die in dit soort domeinen straks moeten functioneren. Want die hele samenleving wordt veel ingewikkelder. En waarom zouden we daar niet eisen aan mogen stellen? Ik zal je geen uitspraak ontlokken dat je dadelijk bij de minister langs mag, maar ik ben wel benieuwd... Nee, laten we dat niet doen. Nee. Die zal ik je besparen. Ik ben wel benieuwd, jouw collega's zijn hier ook mee bezig. Hoeveel tijd investeren we in... de organisatorische aspecten in relatie tot met waar je eigenlijk mee begon, een Centrum voor Jeugd en Gezin, een gezin die hulp nodig heeft, die uiteindelijk hulp krijgt. Daar maak ik mij zorgen over. Zie je dat ook? Ja, ik zie wel zeg maar, dat de menselijke maat een beetje uit het hele discussie verdwijnt. En dat is wel heel erg jammer, want het zou beter zijn om elke keer weer van daaruit te redeneren op het moment dat je de wet maakt, op het moment dat je de wet... bouwt, als je het bespreekt in de Kamer. Hè? Dat maakt een wet beter, dat maakt het transitieproces, het transformatieproces beter. En dat maakt ook de manier waarop je als bestuur omgaat met die wetten, maakt het beter. Dus de menselijke maat in het verhaal houden, dat helpt. Ja. Ik ga je altijd een laatste vraag stellen. En jij stipt hem net al aan. Dit staat niet los. Dit heeft te maken met hoe je als organisatie met je omgeving acteert. En dit vraagt een aantal vaardigheden van... de doelgroep, kijkers, overheidsmanagers, wat moeten ze kunnen, welke vaardigheid zouden ze kunnen ontwikkelen? En jullie kijken alle drie vanuit een andere blik. Ik zou willen vragen, wat vind jij nu het belangrijkste? Waar moet je op letten als je nu nadenkt als overheidsmanager, gemeentesecretaris, provinciesecretaris? Wat zou je moeten ontwikkelen? Het is bijna obligaat, maar je kan van mensen die aan de top van overheidsorganisaties staan en die ook de mensen die volop in dat sociale domein zitten, niet anders verwachten dan dat ze van buiten naar binnen organiseren. En dat ze dus continu met die externe partners aan tafel zitten. He, om met hen te kijken van hoe gaan we het nou beter organiseren. En dat maakt niet uit of je een grote stad of een kleine gemeente bent. Want vanuit dat oog en dat perspectief van die klant en die burger zie je hartstikke leuke dingen in kleine kernen. Waar met wijkverpleegkundigen en schaafzomer door veel sneller nog oplossingen kunnen gevonden worden in bijvoorbeeld de AWBZ. Maar dan moet je het wel doen door die wijkverpleegkundigen op te zoeken. Voor jou, even om heel plat te slaan, is die wijkverpleegkundige is in dit geval, in dit vraagstuk, even de gemeente, uitvoeringsorganisaties, zorginstellingen. Hoe doe jij dat, deze praktische vraag als BZK? Hoe zorg je dat je buiten binnen haalt rondom een moeilijk vraagstuk als dit? Goed met de uitvoering. Wij in Den Haag zijn heel erg gewend hè, om op de vierkante kilometer te acteren. Dus vooral rekening te houden met dat wat de Kamer vindt of dat... wat onze minister ergens van vindt. Maar ik denk dat het... En dat hoort ook een beetje bij een programma. Dat de uitdaging is om je heel erg verbonden te voelen met de uitvoeringspraktijk waar gemeenten ook voor staan. Wat doe je daar zelf in? Wat is wat jij daarin doet? Veel daar te zijn waar het echt moet gebeuren. En ook te horen wat de problemen zijn en de dilemma's zijn. Zodat wij dat weer mee terug kunnen nemen en daar oplossingen voor kunnen bedenken. Gezamenlijk met de gemeentes. Veel pad vanuit de context waar je opdracht zit. Voor jou? Nou, ik sluit aan bij dat van buiten naar binnen denken. Dus verplaats je in de cliënten, de gezinnen die het betreft. En verplaats je in de professionals en de partners. En ik zou er ook aan willen toevoegen, ken je eigen beperkingen. Dus als je dat dan allemaal weet en je hebt het beeld, weet dan, dit kan ik gewoon zelf. Of nu wordt het tijd om iemand anders in te schakelen. Dat is een hele belangrijke. Veel dank. Dank dat jullie mijn tafelgast wilden zijn. Dank. Discussieer verder op #oplap of kijk op www.vom-online of gemeentesecretaris.nl. Het is een spannend thema waar iedereen mee aan de slag moet. En zeker als we het hebben over de vaardigheden. 12 en 13 december is een 24-uurs conferentie met een groep gemeentesecretarissen die dit vraagstuk bij de kop durven te pakken.
En er staat een online course over de vraag wat gebeurt er allemaal rondom decentralisaties en de democratie. Kijk daarvoor op omroep.nl. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.